De gemeente Noord-Friesland is botskrokken van de heftige beelden van mensen die vallen binnen op de rotonde in Dokkum. Verantwoordelijk wethouder Theo Berends wist niet van de situatie al. Ik heb de beelden gisteravond ook op RTV Nof gezien. En ik denk van, oh, dat is heftig. Want als je zo onderuit gaat, en met name met de fiets, dan komt dat wel hard aan. En het is ook hard aangekomen, heb ik gezien. Bij de buschauffeurs wie het probleem al volle langer bekend. Zie komen elke dag bij de rotonde Del en maken al vaker benauwde situaties mee. Met name als we vanaf ziekenhuis Sionsberg komen, richting Woudpoort. Dan draaien we de rotonde op. En dat gaat er nog, maar op het moment dat je de rotonde drie kwart moet gaan nemen, dan begin je vaak te glijden met de bus. Als het nat weer is, en dan glij je gewoon aan de kant. Zeg maar rechtdoor, in plaats van drie kwart. En toen gleed ik met de bus vol passagiers hier zowat de bosjes achter ons in met de voorkant. De glijdens komt door de rede deklaag die in 2016 online is. Vooral bij Delslag is het een groot probleem. De gemeente is drukdwaande, maar een oplossing. We hebben zelfs al een datum vastgesteld dat het echt aangepakt wordt. Volgens mij is het op een dinsdag 17 november. Zal het echt aangepakt worden. Dan komt er een nieuwe laag op met een methodiek die maakt dat het voor lange tijd gewoon echt goed stroef blijft. Dat is de oplossing. We hebben nu al in werking gezet dat er zo snel mogelijk waarschuwingsborden komen. Die komen er ook vandaag of morgen om mensen erop te wijzen. Let op, hier kan het glad zijn, zeker bij nat weer. Want dan doet zich het probleem ook voor als het nat is of vlak na een regenbui. Net alleenig bij de rotonde in Dokkum is het voor buschauffeurs een probleem. Zie komen ek op oren plakken het glijde asfalt zien. We hebben een situatie ook in Kolm. Ook net als met deze rotonde ook rood asfalt. En ja, rood asfalt, wij weten als beroepschauffeurs en ook vele motorrijders, gekleurd asfalt is gewoon vaak gladder als een normale standaard asfalt. Maar deze twee posities, dus de rotonde hier en de T-splitsing in Kolm, ja, dat is wel heel extreem glad met nat weer. De wethouder roept mensen op om contact met hem op te nemen als hij slachtoffer wordt binnen van de rotonde. Nou, wij zijn hartstikke eigenlijk beschaamd dat dit gebeurd is, want we hadden dit misschien eerder moeten opmerken. En wat ik graag zou willen weten, als mensen dat zouden willen, van neem even contact met mij op, stuur een mailtje naar Theo Berends, dan komt het wel aan bij de gemeente Noord-Friesland. Want of als ze het verhaal kwijt willen, dat ik ze even te woord sta, dat zou ik met alle liefde doen.